Voormalig middengewicht kampioen Jason Wilnis is op oorlogspad in 2019. Na 3 nederlagen op rij heeft Psycho wat recht te zetten tijdens Glory 63. In Houston moet hij zijn favoriete rol zien waar te maken tegen de Texaan Jacob Rodriguez. Jason Psycho Wilnis! Out of Houston, Texas. Introducing Jacob One Time Rodriguez. Good luck. Ready? Five. 20 seconden in de openingsronde. Ja, Rodriguez heeft heel veel last van zijn benen en begint er zelfs naar te grijpen. De grootste fout die je kan maken in het kickboksen. Hij begint bloed te ruiken. Begint inmiddels paars te worden. Derde en laatste ronde. Wilnis meteen naar voren. Afgelopen. Ja, die staat niet meer op. Jason Psycho Wilnis low kicks his way to a victory. He gets a knockout. He is back on track. Jason Wilnis. Jason, gefeliciteerd. Je hebt gelijk wat geld verdiend. Hey, had je een weddenschap? Dat is mijn winning gehad, wat ik heb gewonnen. Maar Jason, je moet je fantastisch voelen. Wat een prachtig gevecht. Ja, ik moest even goed inkomen. Weet je, ik moest hem goed voelen. Ik wist niet precies wat deze jongen kan. Wat hij kon, zeg maar. Maar ja, ik wou echt winnen gewoon. Want ik heb mijn laatste 3 partijen verloren. Dus ik dacht, deze moet ik gewoon echt winnen. No way dat hij van mij gaat winnen, dus... En ik hoorde mijn coach goed, weet je, wat een goed plan, dus ja, ik voel me top, zeker. Ik was namelijk de eerste 2 minuten, dacht ik, potverdorie, hij is best goed. Nee, zoals ik zeg, je moet weten wat hij kan. Je kan niet zomaar erin gaan en domme dingen doen, weet je. Stel je voor, hij raakt je met iets, weet je. Dus ik wou gewoon 100% scherp. Dus die eerste minuut, eerste 2 minuten wat hij deed, ja, maakt niet uit. Het gevecht is 3 rondes en daarna ging het gewoon goed. Ja, en je maakt hem eigenlijk af op de Nederlandse stijl. Ja, precies. 1, 2, 3, low kick, low kick. Ja, die Amerikanen, we zeggen altijd, ze kunnen geen low kicks blokken. Dus ja, dat werkte perfect vandaag. Dus dat was mooi, zeker. Hij had natuurlijk het hele stadion mee. Had je daar last van tijdens je gevecht? Nee, niet echt. Hiervoor ook tegen Amerikanen hier in Amerika. Die Brazilianen in Brazilië. Japaner in Japan. Ze hadden allemaal het publiek mee, maar die had ik allemaal gewonnen. Dus het motiveert me eigenlijk een beetje. Dus ja, dat. Hoe voelt het voor jou? Want dit is de oude Jason is weer terug. Voelde je dat ook in de ring? Ja, zeker. Vooral die tweede en derde ronde. Toen begon ik wat beter te combineren ook. En meer acties lukte. Dus toen die tweede en derde ronde voelde ik me echt goed. Ja. Die eerste was te even wennen, maar... Dit is precies hoe ik wil vechten. Weet je, met stoten, afleiden, harde stoten, harde low kicks. Ja, zeker. En nu? Want nu stijg je weer op de ranglijst. Ja, ja. Nu kom je weer tegen de toppers te staan. Wie is de volgende? Ja, wie is de volgende? Een van die toppers. Maar die titelhouder heeft aangegeven dat hij tegen mij wou. Want hij heeft van iedereen eigenlijk gewonnen, behalve van mij. Dus... Hij zou graag tegen mij willen, dus misschien gaan ze dat mogelijk maken. Eigenlijk hoop ik daarop, zo kan ik weer die titel terugwinnen, dus ik hoop dat hij het wordt. Ja, want 3 keer is scheepsrecht, toch? Ja, zeker. Dan gaat hij zeker van mij worden, die belt, dus ik hoop dat die partij komt.